Hardware Info TV wordt mede mogelijk gemaakt door OCZ en ASUS. In deze aflevering van Hardware Info TV, de Jarvik Senta 97 IC+. Welkom bij Hardware Info TV. Een tablet met een retina-scherm, maar dan niet van Apple. Dat is wat Jarvik ons beloofde. Althans niet helemaal in die bewoordingen, want als Jarvik de naam retina zou gebruiken, dan hadden ze natuurlijk vermoedelijk een uur later een heel leger advocaat achter zich aan. Dat zou me niet verbazen. Nee, maar dat is wel wat het is. En we hebben hier een Jarvik-tablet, een Android-tablet, met eigenlijk het retina-scherm van Apple erin. Ja, zo zou je het kunnen zeggen, ja. Het is een opvolger van vorig jaar hebben we natuurlijk behoorlijk wat een 9,7 inch Android tablet gezien met zeg maar, de oudere schermen van de iPad erin. Ja. Dus de 1024x768 schermen. En dit is eigenlijk de eerste die nu onderbiedig gezegd een afdankschermpje van Apple in de Retina versie erin ja. heeft gezet. Ja, dat klinkt inderdaad een afdankschermpje, klinkt een beetje oneerbiedig, want dit blijft natuurlijk qua scherpte bijna ongeëvenaard. Uiteraard in de wereld van smartphones hebben we nog wel hogere pixeldichtheden, maar we praten over 2048 bij 1536 pixels, dat zijn er echt heel erg veel. Ja, bedoel, het is echt gewoon gestoken scherp. Foto's en gewoon high-res beeld ziet er heel erg mooi uit op dit scherm. Nu valt ik niet te bewijzen dat het echt identiek hetzelfde scherm is. We zijn hem niet gaan openschroeven, maar als we naar onze testresultaten kijken, dan zien we wel dat het kwalitatief eigenlijk wel gewoon in de buurt komt, niet hetzelfde is als wat we bij de Apple iPad 3, iPad 4 zien. Ja, bedoel, ik heb heel weinig verschillen gezien in ieder geval, laat ik het zo zeggen. Ja. Nou, er zijn belangrijke verschillen tussen de iPad 3 en iPad 4 waar het scherm in zit en dit ding. Nou, uiteraard is Apple een apparaat dat op iOS draait en dit op Android. Maar een belangrijk verschil is misschien wel de prijs. Ja, de prijs die is duidelijk lager. Ja. Je betaalt in onze prijsvergelijker staat die voor gemiddeld €230. Dat is toch een redelijk goed prijsje vergeleken met een instapmodel iPad. Ja, want dan zitten we op zo'n €500 en dan praat ik over de helft, ja. Ja, dan vraag ik me af waar is op bezuinigd, want dat scherm kan gewoon niet goedkoop zijn. Nee, dat denk ik ook niet, nee. Ja, ik bedoel, onderliggend is natuurlijk al een heel ander apparaat. Ik bedoel, de behuizing is natuurlijk anders. Die is duidelijk minder chic. Ja, het is geen lelijk apparaat, maar om nou te zeggen, het is de meest stijlvolle tablet die ooit hebben gezien, nee. Maar aan de andere kant, als je van aansluitingen houdt, is het weer wel leuk, want er zit er behoorlijk wat op. Ja. Inclusief HDMI en natuurlijk microSD, dat wordt nog vaak aangedragen. Ja. Dat Apple daar wat minder scheutig mee is, zeg maar, met aansluitingen. Ja. Maar het grootste verschil is ook natuurlijk de chip die erin zit. De processor. Want die heeft Jarvik eigenlijk ten opzichte van hun vorige generatie 9,7 inch tablet, waar gewoon een standaard 1024x768 scherm zat, hebben ze die processor niet veranderd. Nee. Als we dan heel even terugdenken aan de tijd toen Apple die iPad 3 introduceerde, toen kwamen ze met een chip daarin met een twee keer zo krachtige GPU. En ik zei dus ook van die heb je gewoon nodig, want als wij gewoon vier keer zoveel pixels moeten aansturen, dan hebben we gewoon een veel snellere GPU nodig. Ja. Nou, die stap heeft Jarvik niet gemaakt. Nee. En dat is dan ook wel te zien ook. Ja, je ziet het al als je door de homescreens heen bladert, dan zie je ook al dat die gewoon een klein beetje lag heeft. Ja. En dat is ook niet zo heel gek, want hier zit een ROG-chip 3066 in. Dat is een dual-core Cortex A9 op 1,6 gigahertz met een quad-core Mali GPU. Ja. Dus die ook vorig jaar bijvoorbeeld ook in de Samsung Galaxy Note 10.1 zat. Ja. Laat gezegd zijn, dat is geen slechte GPU, maar dat is niet bedacht op deze resolutie. Nou ja, de maximale schermresolutie die aan zou moeten kunnen sturen is 1920x1080. Nou ja, daar zit het dus boven. Ja. En dat zie je ook gewoon. Ja. In hoeverre heb je daar nou last van? We zien het inderdaad als je hier door het menu scrolt, dat het gewoon niet helemaal soepel gaat. Maar als je nou gewoon met zo'n tablet aan het werk gaat en je gaat webbrowsen of apps gebruiken of games draaien, heb je er nu echt last van of niet?
Ja, eigenlijk wel. Ik bedoel, als je de beste prestaties wil hebben, zeg maar, dan merk je het gewoon. Maar is het bruikbaar? Ik bedoel, iedereen zal begrijpen dat een iPad van €500 beter presteert dan een tablet van nog geen €250. Maar is het werkbaar? Jawel, als je een beetje geduld hebt, is het werkbaar. Ik bedoel, kijk, je moet niet verwachten dat je door games hierop spelen, dat is misschien een probleempje. Ja. Gewoon omdat, kijk, uit de game benchmark zie je ook wel dat die... Nou ja, dat die heel lastig boven de 15 FPS komt, zeg maar. Nou ja, dan wordt het gewoon, dan wordt het toch vrij snel, dan wordt het een beetje een dia-show. Hè? Ja, daarvoor zou je kunnen zeggen, als je wil gaan gamen, pak gewoon liever een tablet met een lage resolutie. Want dan kun je tenminste wel vloeiend gamen. Ja, bedoel, dat is een beetje min of meer waar het op neerkomt. Ja. Maar goed, heel veel mensen spelen geen games, dan praten we toch over webbrowsers, e-mailen, apps. Prima. Je moet af en toe natuurlijk wel eventjes rekening mee houden dat die dus een klein beetje lag kan vertonen als je naar een volgende pagina wil gaan. Ja. Maar, kijk, dat is ook gewoon... Maar dus bijvoorbeeld ook als je scrolt op een webpagina, dat er gewoon even een hikje in zit. Maar dat is ook inherent aan de prijs. Kijk, ik bedoel, je kan niet alles verwachten voor niks natuurlijk. Dus nee. Je moet ergens concessies doen. En die voordelen van het retina scherm heb je dan natuurlijk wel. Ik bedoel, je zei het al, foto's zien natuurlijk gestoken scherp uit, maar ook gewoon, zelfs als je gewoon op internet zit, websites zien er gewoon mooier uit, tekst is beter leesbaar, dat soort zaken. En wat mij ook wel opvalt, bij iOS zagen we dat eigenlijk het besturingssysteem prima schaalt naar die hoge resolutie. Het blijkt dat Google dat ook gewoon prima voor elkaar heeft. Ja hoor, ik bedoel, het ziet er over het algemeen prima uit. Ja, dus het is niet dat dingen veel kleiner worden. Ik bedoel, wat dat betreft ziet het er gewoon qua ruimteverdeling hetzelfde uit als een standaard scherm. Alleen is alles gewoon scherper en mooier geworden. Ja, dat is mijn ervaring wel in ieder geval. Ja. Er zullen vast dingen zijn op apps zijn of bepaalde zaken zijn die niet goed schalen. Daar ontkom je bijna niet aan. Ja. Maar je zit gewoon ook met een niet Android resolutie, schermdimensies ook natuurlijk, een beeldverhouding. Ja. Dus er zijn gewoon bepaalde dingen waar je dat wel ziet, maar echt storend. Ja, Android is bedacht op breedbeeld, bedoel je. Ja, dus bedoel, dit is 4:3 en 16:10, dat is toch anders. Ja. En dat zie je ook gewoon bij bepaalde apps en ook gewoon in andere toepassingen zie je dat gewoon af en toe wel. Ja, ja, weet je, ik bedoel... Vraag die natuurlijk overblijft, moeten we dit nou kopen? Wat dat betreft zijn de voor- en nadelen natuurlijk duidelijk. Het scherpe scherm, de proces die er eigenlijk net te langzaam voor is. Het is wel een uniek product. Ja. Voor snog is Jarvik, is in ieder geval zover wij weten, de enige die dit scherm in een Android-tablet lepelt. Ja, is dit het ei van Columbus of is dit leuk geprobeerd? En ja, pak toch gewoon liever voor dat bedrag een andere tablet die misschien een wat lagere resolutie, maar wat andere voordelen heeft. Ja, weet je, dat is inderdaad een beetje het verhaal. Het is op zich leuk. Op voorhand afraden zou ik het ook niet doen. Nee. Maar als je gewoon een soepele tabletervaring wil hebben, dan is het misschien handiger om toch voor een wat lagere resolutie te kiezen. Ja. Die ook gewoon prima is. Ik bedoel, op de 1280, 720 of zeg maar de voorloper hiervan, dat is ook gewoon een uitstekend apparaat. Het enige vervelende is wel dat de 1024-768 variant van dit ding, dus zeg maar de voorloper, die is maar €20 goedkoper of zo. Dus dat is... Ja, dan begin je weer een beetje te twijfelen. Voor die €20 is natuurlijk bijna zonde om die te kopen. Ja. Maar in dit prijssegment, zeg maar 1280, 800 of misschien zelfs wel Full HD-tablets, die zijn natuurlijk ook wel te vinden. Ja. Ja, Full HD-tablets, dan zit je toch al echt op boven de €300. En dat is, kijk, relatief gezien is dat natuurlijk best wel een behoorlijk verschil op €230. Ja. Dus daar zit je net nog een klein beetje te hoog in de boom, denk ik dan. Ja. Maar het is op zich een leuk ding. Laten we het daarop houden. Ja, uitgebreide review van die Jarvik Centa vind je spoedig op de site. En daarmee beïndigen wij deze aflevering van Hard Info TV. Vergeet het niet, we zijn iedere maandag, woensdag en vrijdag. Bedankt weer voor het kijken. Tot de volgende keer. Als dit in exact dezelfde week als Intel Haswell wordt geïntroduceerd. AMD wil daar toch gewoon een beetje weer wat terug kunnen pakken, zeg maar. Al is het maar qua publiciteit. We weten... Het is ook Computex, dus dat is ook misschien wel een mooi evenementje om dit tegen het licht te houden. Exact, maar we praten over...